beginnen met de opstelling. Meneer Guillaume Fernandes. Guillaume Fernandes is terug bij Feyenoord. Met de amateurs van Smitshoek speelt hij opnieuw Varkenoord tegen de sportclub Feyenoord. Zijn profcarrière zit er al een aantal jaar op, maar het spelletje laat hem niet los. Nou, dat is iets wat ik altijd al heb gedaan, sinds dat ik klein ben. En mijn lichaam is nog goed, dus dan wil ik dat zo lang mogelijk blijven doen. Het is in de buurt van mijn huis, het is in de buurt van werk, dus het past allemaal in het plaatje en toch nog op een leuk niveau. Dus vandaar de keuze. Hij speelde in het buitenland in Oekraïne, Australië en India. En haalde via Excelsior de top van de eredivisie bij Feyenoord. Het voetballeven van Guillaume Fernandes was bijzonder. En je kunt je voorstellen dat een stap terug naar de hoofdklasse dan aanpassingsvermogen vergt. Op amateurniveau is het anders. Daar natuurlijk gaat het om het winnen en om kampioenschap en niet degraderen dergelijke. Maar iedereen daaromheen heeft ook een baan en ontwikkelt zich maatschappelijk en dat is de hoofdmoot. En als je daar die knop voor jezelf weet om te zetten, dan is het heel fijn om te doen. Is het lastig voor jou dat alle ogen op jou gericht zijn tijdens zo'n wedstrijd? Nee, niet echt. In het begin ben je daar wel aan en daar weet je daar ook mee om te gaan. Maar ik probeer me daar zo goed mogelijk in te manifesteren en jongens te helpen. En mezelf ook gewoon zo goed mogelijk neer te zetten. Want ik ben er niet om echt af te bouwen of zo. Zo zie ik het niet. Ik wil ook gewoon het maximale eruit halen wat ik zelf nog in me heb. Met Smitshoek gaat het in de wedstrijd tegen Feyenoord niet best. Al na 3 minuten is er een rode kaart. Het begin van een kansloze middag. En dat trekt de oud-prof nog steeds slecht. We waren de wedstrijd met de intentie begonnen dat we ook hun druk wilden zetten en het achterin compact willen houden. En als je dan na 3 minuten een rode kaart krijgt waarin alles al het hele plan overboord kan, dan heeft dat niet zoveel zin natuurlijk. En zoals ik al aangaf, het is wel belangrijk dat je er alles uithaalt wat erin zit. En of dat nou in de eredivisie is of op zaterdagmiddag in de hoofdklasse, dan gelden dezelfde regels. Uiteindelijk regent het tegen doelpunten voor Smitshoek. 5 stuks maar liefst. En zelf maken ze de 0. Werk aan de winkel dus. En dan is een oud prof in de selectie altijd handig. Want Fernandes moet wijze voetballessen hebben voor de jonge garde van Smitshoek. Ik denk dat winnen, de mentaliteit van winnen, boven alles gaat. Dus je kan een hele goede voetballer zijn. Maar jongens die harder werken dan degene die naast je zit, die komen het allerverst. En zo komt er een eind aan deze wedstrijd. Fernandes werkt momenteel bij een logistiek bedrijf en werkt dus ook aan een carrière naast het voetbal. Al wil hij sowieso in dat wereldje actief blijven, ook naast het veld. Ja, ik heb daar nog niet echt over nagedacht hoe lang ik nog of wat ik dan precies wil doen. Maar dat ik in mijn verdere leven wel met voetbal betrokken wil blijven, dat is wel één ding wat zeker is.